Wat maakte nou dat het echt theater moest zijn? Wat is het in theater waardoor je daar naartoe magnetiseerde? Ik zag op mijn, ik denk op mijn veertien of zo, mijn allereerste theatervoorstelling. Um, via school, via een docent die heel erg van theater hield. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik iets zag waarvan ik dacht. Oh, die mensen hebben ook zo'n intens gevoelsleven. En toen dacht ik iets wat lijkt op: daar wil ik bij zijn. Niet van ik word regisseur of ik ga naar het theater werken. Dat zijn veelste, ik zou maar zeggen, verheven gedachten. Ik dacht gewoon. Ja, als ik kaartjes gescheurd is het ook goed. Maar dat is een plek waar ik wil zijn. Ja, dus een plek meer. Een soort van alsof je je bij een genootschap voegt of nou bij ja, een familie. Nou, dat heeft dan Ik wou precies een acteur aanhalen die ik wel eens heb horen zeggen. Um, ik meen dat het Jeroen Willems was, ook zanger. Hè, van uiteindelijk wordt dat een vervangende familie. Ja, Dat is absoluut zo, ja. Ja. Ik heb gewoon een, een, ja, een familie gecreëerd in, in de twee gezelschappen die ik zelf heb gebouwd. Misschien, ik heb twee keer een gezelschap gebouwd. Uh, nou, misschien he? was dat wel een of van de redenen dat je ouders niet kwamen kijken. Dat Geen jij een, een andere familie had gekozen. Ik denk dat ze eigenlijk helemaal daar niet mee bezig waren of zijn. Maar ik geef onmiddellijk toe dat ik mijn eigen familie heb gecreëerd... door twee keer een gezelschap te bouwen. Want dat is natuurlijk fantastisch. Ik heb een broer die is geïmigreerd naar Zuid-Amerika... en met een Zuid-Amerikaanse vrouw getrouwd. En daar hoorden gewoon 150 familieleden bij. dus Jullie hebben het allebei manier... gedaan. Ja, ja, <coughs> dan heb ik ook heel erg om gelachen... omdat ik onmiddellijk ja, ja. begreep uh, wat de fascinatie ook is. Hè? Dat je dan ja. inderdaad zo'n warm nest om je heen boeit. maar er zit ook een tragische component aan. Een groot woord, vergeef me. Uh, want uh, om de zoveel tijd moet je die familie weer loslaten. En dan moet je die familie weer opnieuw ja. uh, gaan bouwen, toch? Ja. ja, het is wel zo. Dat bij is ook zo'n gezelschap als Nationaal Theater natuurlijk een aantal mensen doorgaan. Zowel hè, in het hele praktische team als ook acteurs. Of Die komen regelmatig terug. Maar ja, je, je moet elkaar ook weer loslaten. Omdat mensen ook natuurlijk weer andere dingen gaan spelen of andere dingen gaan maken. Ja, dat hoort er wel bij. Het is natuurlijk een levende, vloeiende kunst. Je kan het niet vast timmeren. Zoals een schilderij of een boek wat eenmaal gedrukt, dat ook blijft. Het is iedere avond weer. He, morgen spelen ze weer samen die magie maken en die is ook weer iedere avond anders. Dat ligt heel erg aan de mensen in de mm -hmm. zaal. Dus het is ook, ja, er is geen vluchtiger bedrijf natuurlijk dan de podiumkunst. Het bestaat ja. alleen in de adem van het moment. Ja. Hey, en ja. hoe, hoe ben jij dan als de mater familias van zo'n club? Je leest uh, in toenemende mate, je hoort in toenemende mate verhalen over. Uh, hoe leiders van artistieke gezelschappen ervan worden beticht dat ze uh, zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruiken. Uh, het kan ook bij dansgezelschappen gebeuren. Er stond vanochtend het een groot stuk in de, de Volkskrant over. Het gelezen, ja. Uh, ja. Uh, uh, wie was zij ook alweer? Keersmakers. Uh, en uh, er is een onderzoek naar wat Ivo van Hoven uh, wel of niet uh, zou hebben misdaan uh, in Amsterdam. Uh, wat voor. Soort leidinggevende ben jij? Nou ja, ik probeer altijd heel zorgvuldig met mensen om te gaan, omdat je ook hè, je zit toch in een soort van machtspositie. Oké, okay, maar hoe ga jij? Wat is jouw variant van zorgvuldig met Dat je goed mensen? luistert naar wat mensen binnenbrengen, um, dat je uh, niet autoritair optreedt. Um, dat je ook al heb je de leiding over de boot. Ja, ik noem het eh, vaak een groot schip. En gewoon voor zorgt dat mensen hun eigen ruimte en ideeën kunnen inbrengen. Ik ben ook het soort van regisseur wat heel graag samen met acteurs... of dansers in dit geval, eh, ideeën eh, echt ontwikkelt. Dus het is niet zo, eh, ik wil dit en ik wil dat en ik zeg dat meteen. Ik ben ook heel benieuwd naar wat zij inbrengen. De Sumaya, de Julia eh, ja. in jouw stuk, die heeft ook zelf kunnen kiezen... voor een Julia die zich probeert te ontworstelen... Aan haar familie heb, en die andere familie. Ja, ik in heb al voordat het een stuk werd geschreven, en dat heeft Melissa ook gedaan, ook met Zoom met, met noem ik haar Soomaya gepraat over uh, wat voor Julia, uh, hè, de ideeën daarover. Dan is, zijn het nog ideeën, hè, dan bestaat er nog geen stuk. En daar kon zij meteen over meepraten en over reflecteren. Dus je wordt als acteur zoveel mogelijk, in dit geval natuurlijk een stuk geschreven, wordt... Ja. ook daarin meegenomen. Dus ja, So, wat voor artistiek leider ben ik? Maar ik ben natuurlijk ook een artistiek leider die los van het regisseren ook nog allerlei andere regisseurs in huis heeft. Uh, vaak van een jongere generatie. En ik probeer gewoon supportive te zijn.